Voor iedereen die zich afvraagt of ik gescheiden ben inmiddels. En ik heb even afgesproken met mijn oude verloskundige. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. En vandaag is een beetje een rare dag. Er loopt hier namelijk nog steeds een klein ukkie rond. Ja, want het is code rood vandaag. Zul je net zien, hebben we net met z'n allen weken thuis gezeten. En dan brengt de sneeuw en de ijzel roet in het eten. Dus de juffen van Mike... Ja! Dus de juffen van Mike, die hebben het wel gered om naar de crash te komen. Maar jouw jufjes niet, hè? Nee! Dus jij bent gezellig vandaag een dagje. Ja, bij mama. Gezellig. En ondanks dat ik dat heel gezellig vind, heb ik eigenlijk nog heel wat te doen, ja. Ja, ik had dus eigenlijk beter de vlog gisteren kunnen bewerken. Maar ja, ik had eerlijk gezegd niet helemaal nagedacht bij Code Rood en dat dit wel eens zou kunnen gebeuren. Ook zeker omdat ik dacht dat onze crash wel open zou blijven, omdat de meeste Leidsers eigenlijk heel dichtbij wonen. Maar ja, en mijn lens zit KUT, jongens. Ik weet niet, ik heb nieuwe lenzen in vandaag. Ik heb nieuwe lenzen in vandaag. En die linker zit echt rot. Die moet ik echt even overnieuw gaan doen. Laten we maar een wasje ook in gaan doen, hè? Ja. Ja, moet ook gebeuren, hè? Dan morgen de weekvlog maar. Doe ik die vanavond wel even bewerken. Oh. Nou. 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 Oh, wat ben je ook ondeugend, zeg jij weer. Oh, oh, knuffel, kont. Hè, we gaan even de was nog even doen. En even een klein beetje die plantenzooi opruimen daar. Want je hebt weer planten eruit getrokken. Hè? En heel de dag maar knuffelen en nog even boodschapjes doen door de ezel. Dat wordt gezellig. Dit is er ook echt heen, hoor. Ook net als de broer echt ontzettend op onderzoek uit. Dingen uitspoken. Ook echt erg. Ja, en behalve dat Zoe best wel goed kan lopen, begint ze ook met op de trap te klimmen. Zien jullie dat? Nee, niet? Nee. En altijd één sok uit. Echt net je broer. Hè? Echt broer en zus, hoor. Ja. Ja, deze. Schoenen. Oh, wat is dat? Ja, weer naar buiten. Ga zo meteen naar buiten, oké? Okay? Ja. Gaan we lekker even wat boodschappen doen. Dat is wel weer nodig. Wat weekboodschappen. Hè? Ja, dankjewel. Leg maar neer. Leg maar neer. Niet? Oh, ja, dan. Deze, ja, zo kan het ook. He, je gaat ineens wel heel hard weer, hè, jij, met je ontwikkeling. Zo. Ja, hartstikke leuk, schat. Drie keer raden wat ik zo meteen op mag ruimen. He? Ja, voordat ik de was ga doen, ga ik eerst even dit pakketje uitpakken. Want ik heb een heerlijk pakketje ontvangen. Van Parfum bij de Was. Oh, heerlijk. Parfum bij de Was brengt een heerlijke, luxe en langdurige geur aan al je wasgoed. Echt wasparfum, dat is zo lekker, hè? Parfum bij de Was verkoopt producten van Horomia. Deze producten komen rechtstreeks uit Italië. Horomia is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geuren die volledig zijn gewijd aan stoffen. Frisse en delicate tonen op basis van essentiële oliën. Mooie geuren worden vermengd met het wasgoed op het moment van wassen. Omdat het essentiële oliën zijn, blijven ze lang hangen en daardoor... hierdoor wordt zelfs de omgeving waarin je de was opruimt geurig. Oh ja, daar hou ik echt enorm van. Ik ben echt fan van wasparfum. Je kan het trouwens ook gewoon gebruiken samen met je wasverzachter en zo. Maar dit is echt heel erg lekker. Even kijken. Oh, er zit nog een kaartje bij met noteer hier jouw geurbeleving. Oh, dat is handig. Oh, zo, dit ruikt gewoon echt al lekker. Even kijken wat alles precies is. Hier in ieder geval nog een. Zo. Wauw. Wow. Serieus, dit ruikt. Hemels, welke geur zit hier aan? Wauw. Ik heb ze even allemaal voor jullie op een rijtje gezet. Dit is dus het proefpakketje wat je dan zou ontvangen. En met mijn code krijg je natuurlijk korting. Hier zie je in ieder geval alle geuren op een rij. De lekkerste vind ik zelf de eerste. Vijf. Lekker zijn ik fresh cotton. Dan Soffice Talco. Ja jongens, mijn Italiaans is geweldig. Vento d'Oriente. Vaniglia Emira. En Patale di Pionia.
Die vind ik denk ik zelf het allerlekkerste, dit rijtje van 5. Maar goed, smaken verschillen en geuren verschillen. Dus daarom is zo'n proefpakketje ook heel handig. Nou, aan de was dan maar. Ik heb er zo'n heel handig cupje bij gekregen. Waar het aantal milliliter op staat. En die doe ik dan bij de was. Ik ben benieuwd. Ik ga lekker beginnen met die fresh cotton. Ik weet vooralsnog alleen dus hoe ze op mijn armen ruiken. Want ik heb ze even allemaal als een soort van swatch op mijn arm gedaan. En even aangeroken. Maar het ruikt nu heerlijk. Mijn armen ruiken nu heerlijk. Zoals je ziet ga ik lekker fresh cotton erin doen. Ik heb even 5 milliliter gedaan in plaats van 10 milliliter. Want uit ervaring weet ik dat parfum bij de was gewoon lekker sterk geconcentreerd is. Dus gebruik niet al te veel. Gebruik liever eerst even iets wat minder. Ze raden aan bij een was van 8 tot 9 kilogram dat je 10 milliliter gebruikt. En anders even een beetje naar behoeven, zeg maar. Dus je kunt altijd wat meer toevoegen als je houdt van echt sterke geur. Of wat minder als je houdt van echt een vleugje geur. Ik heb nu een was van 5 kilogram ongeveer, dus ik doe nu eventjes 5 milliliter. En dit is nog wel eventjes goed om te vertellen. Ik heb dus een wasmachine die automatisch kan doseren. Een eidoos noem je dat. En als je dat hebt, dan betekent gewoon dat je daar wasverzachter en wasmiddel in een reservoir doet. En dan bepaalt hij zelf hoeveel hij ervan pakt. Als je dat nou ook hebt, dan is het dus handig dat je eigenlijk geurloze wasverzachter gebruikt. En dat vul je dan aan met dit wasparfum in het reservoir. Of je kan het wasparfum dan aanvullen met water in het wasverzachter reservoir. Het ligt een beetje aan de grootte van je reservoir en de hoeveelheid die je wasmachine pakt. Maar normaal gesproken, als je dus gewoon een normale machine hebt die dat niet doet, dan kun je dit gewoon aan het wasverzachter bakje toevoegen. Gewoon het aantal milliliter zoals parfum bij de was beschrijft. Dan weten jullie dat ook even. Dus mocht je net als ik een automatische dosering hebben van de wasmachine, dan kun je het doen zoals de manier waarop ik net beschreven heb. Kijk eens, allemaal erin. Hoppa. Hoppa. Ga je de vlogcamera pakken? Nee, stop het. Ga je toch wat anders doen? Zo. Dit allemaal erin. Hoppakee. Oh nee, ondeugd. Zo. Daar gaat ie! Dit zijn dus de verschillende producten die ze nog hebben. Dit is dus allemaal fresh cotton. Oh man, wat ben ik een geluksvogel. Want ik vind het ook echt de lekkerste geur volgens mij. Dit is 50 milliliter. Dus als je net als ik niet mega honkvast bent en je vindt het fijn om verschillende soorten geuren te gebruiken. Kun je bijvoorbeeld ook na je proefpakket een aantal flesjes van 50 milliliter bestellen. Dit is echt voor de diehards denken. Nee, deze geur is het helemaal, die wil ik. Dit is 500 milliliter. En ze hebben ook nog geschenksets. Dat is ook wel leuk. Er zit dus ook een textielspray bij. In dezelfde geur als de wasparfum. En een kaartje dus om op te schrijven welke je het allerlekkerste vond. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die zometeen ruikt, die was. En verder keuvelen wij samen maar een beetje wat aan, hè. Doe bedenken aan vroeger, toen mijn moeder en ik altijd lekker samen waren. Ja. Hè, dan was mijn zus... Ja, dan was mijn zus lekker naar de peuterspeelzaal. Dan was ik lekker heel dag met mijn moeder. Moest ik ook een beetje meedoen met huishouden, hè. Je hebt me heel goed geholpen met de was net. En op dit soort momenten ben ik echt extra blij met een manager. Want ik zei tegen mezelf, ja, ik weet echt even niet hoe ik al mijn werkzaamheden vandaag ga doen die ik op de planning had. Want het is echt heel erg druk. Dus ze zeiden, nou, maak daar maar gewoon een foto van, dan regel ik de rest. Denk ik, oh, thank the lord, dat scheelt echt al enorm. Ja goed, het is minder leuk, want ik had echt wel zin in deze werkdag, moet ik zeggen. En natuurlijk, ja, weet je, niemand kan hier wat aan doen, maar dat heb je dan soms wel eens. Dat je gewoon zin hebt in je werk en dan, nou ja. Dan wordt het allemaal weer helemaal omgedraaid en dan denk ik, ach ja, dan kan ik alles net niet lekker doen zoals ik daar zin in heb, weet je wel. Dan, ja, dan wordt het toch anders, merk ik. Zo, dametje zit hier even lekker te drinken. Kan ik snel even deze zak in de container gooien, bah. En nu even snel het stofzuigen en de was is ook alweer klaar, Zoe. Ja. We zijn nu in de fase gekomen dat het leuk is om alles uit de keukenkastjes te pakken. Hele leuke fase is dat. En die dingen om de deurtje dicht te doen, die zitten er al op. Maar die helpen zoals je ziet echt fantastisch. Leuk hè, aardappels. Het is 11:45, wij zitten even lekker aan de lunch. En dan ga je zo meteen naar bed hè, poppie. Helemaal rode wangen. Tijd voor je. Oh, als je een kort nachtje gehad hebt, moet ik zeggen, dan ziet dit bed er wel erg uitnodigend uit. Pff. Oeh, de wasmachine is klaar. Ben benieuwd. Oeh, je ruikt het nu echt al. Oh, wat is het toch altijd een feest, hè? Echt serieus. Echt zo'n feest als je was gewoon heerlijk ruikt.
man. Oh, dit had van die muffe shirts van, joh, die blijven ook altijd heel muf ruiken. Tenzij je dus inderdaad iets van parfum bij de was toevoegt, dan gaat het echt veel beter. Oh. Ja, heerlijk. Ik heb nu dus 5 ml gedaan. Misschien had ik wel iets meer nog kunnen doen, maar je ruikt het echt al heel erg goed nu al. Oh ja, heerlijk zeg. Oh, daar word ik echt heel happy van. Oh, nog even iets. Kijk, dan wordt wasdoen tenminste een feest. Ah, oh, lekker zeg. Ja, als je nog nooit parfum bij de was hebt geprobeerd, moet je dat echt eens doen. Als je net als ik hebt van, jeetje, ik heb namelijk altijd dat denk, waarom is mijn moeders was altijd lekkerder dan die van mezelf? Weet je wel, dat ruikt altijd frisser en schoner en lekkerder. Ik zeg ook altijd, doe jij dat dan? Dus nou, ik doe helemaal niet zoveel anders dan dat jij dat doet. Maar sinds ik zeg maar parfum bij de was heb ontdekt, merk ik echt van, oh ja, hiermee bereik ik hetzelfde als wat mijn moeder kan. En hoe mijn moeder het doet, snap ik nog steeds echt niks van. Misschien draait ze kleinere wassen dan ik. Ik weet het niet. Maar oh, wat is dit echt een heerlijke oplossing voor heerlijk ruikende was. Echt, ik zweer het. Je moet het eens proberen. Je bent meteen verslingerd. Kan ik je ook meteen erbij vertellen. Parfum bij de was, check het even. En vooral die geur fresh cotton. Ik denk dat dat echt een soort van universele geur is die iedereen echt wel lekker vindt. Oh, zalig. Nou, even ophangen. En dan ga ik nog even een klein beetje werken nu zo op je slaapt. Hopelijk kan ik even dan mijn mailbox helemaal beantwoorden. Ik vind deze oplader toch zo ideaal. Die heeft Jorik ooit bij een beurs gekregen. Een soort octopus oplader. Ik kan er van alles aan opladen. Echt heerlijk. Nu even het speelgoed van de kinderen aan het opladen. Met mijn koptelefoon, draadloze van Bose, die laat ik ook regelmatig daarin op. Nou, ik heb net afgekregen wat ik af moest krijgen. En deze dame is nu net weer wakker. Ze komt er heel goed uit. Zweet onder mijn oksels, maar alles is weer geklaard. Nou, ik wacht nu even tot de werkster zo meteen naar huis gaat. En dan is de regen ook opgehouden, geloof ik, zie ik. Dus dat is mooi. En dan gaan we boodschappen doen. Ik heb al een lijstje gemaakt wat we gaan eten deze week. Ik ga het niet allemaal meenemen, want ik ga met de wagen. Met de kinderwagen. Dus ik krijg dat nooit allemaal in de kinderwagen. En dat is al best wel veel gezeur met die ijzel. Dus ik, ik koop in ieder geval tot en met donderdag, had ik besloten. En dan zou je in ieder geval tot donderdag voorzien van eten. Dus dat is wel chill. En dan vrijdag weer een nieuwe dag. Zo, dat was dat. Mensen keken me echt aan alsof ik gek was. Er werd zelfs gevraagd, gaat dat serieus goed komen, joh? Dus ik zei, ja, jawel, ik ben wel gewend om die wagen vol te proppen. Ik ben namelijk ook echt koningin prop als het gaat over de vaatwasser. Helemaal knijtervol stouwen met vaat. En ja, dan wordt het gewoon wel schoon. Hé, ik zie dat het klepje open is geweest. Oh jee, nou ja, we zijn er nog steeds. Boodschappen gedaan, niet voor de hele week, maar wel voor 2 dagen. Dus de rest moet ik morgen maar even dan. God, zijn boodschappen duur, hè? Echt idioot. Nou heb ik wel iets meer gehaald, maar dan nog. Ik ben €50 kwijt voor 2 dagen of zo. Wat zijn jullie eigenlijk kwijt ongeveer gemiddeld per dag? Ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik heb nu dus wel... Ik heb ook niet eens heel veel boeiends of zo. Maar ja, voor de kinderen al snel tussendoortjes en dat soort dingen en broodbeleg. Ja, dat maakt allemaal wel een stuk duurder dan ook. Maar ja, dan nog denk ik, wauw, dat is echt zo duur geworden. Ik kan me ook echt niet even iets voorstellen dat ik als student gewoon echt kon rondkomen van zo'n €2 voor een hele avondmaaltijd. Zo, aubergine, courgette, tomaatjes, een beetje Zwolse stoof door. En dan doe ik zo meteen de worstjes leg ik er bovenop en die laat ik even lekker zo gaar stomen hierin. En dan doe ik een couscous bij. Nou, en presto. Lekker simpel. Deze 2 druiven zitten lekker in pad. En dat was toch echt wel heerlijk aan kinderen die steeds ouder worden. Als in, sommige dingen kosten echt wel meer moeite en andere dingen kosten weer minder moeite. Het is gewoon lekker dat ze nu samen in bad kunnen. Ik blijf er natuurlijk gewoon bij. Maar het is gewoon lekker dat ik niet meer hoef te eikelen met een stoeltje. En ik het wat ze samen steeds meer gaan spelen. Dat is echt heel erg leuk. En je bent veel minder... Ja, je hebt gewoon veel minder, ja, hoe zeg je dat? Je hebt veel meer sneller ritme gevonden of zo dan als je net een nieuw kindje erbij hebt. Moet je nog zo erg je ritme vinden. En het is zo fijn als je helemaal zo'n, ja, gewoon lekker een beetje een natuurlijk ritme hebt gevonden, weet je wel? Dat je ook je handen niet meer onderrijdt om de 2 naar bed te brengen. Ik zat laatst een oude vlog terug te kijken. Zo, denk ik, 4 weken. En toen zei ik nog van, oh, ik ben zo blij dat Jorik en ik het samen doen. Maar, oh, als ik die eentje moet doen. En dan denk ik, oh ja, als ik dan weer zie hoeveel stappen verder ik nu inmiddels zo weer ben met in mijn eentje 2 kinderen. Dan denk ik, wauw, gaaf dat je daar ook zo... Ja, zo ingroeit in het moederschap. Lekker saai voor jullie, maar ik ben gewoon al de hele ochtend alleen maar aan het werk. Dus ik zit alleen maar zo. Maar ik heb wel echt een koningsmaal lunch. Ik heb nog eten van gisteravond als restje. Wat feta blokjes overheen gedaan. En ik heb nog lekker 2 suikerbroodjes als toetje. Ja,
Ja, je moet toch wel een beetje leuk maken, hè, dat thuiswerken. En dan ga ik lekker even hersenloos kijken naar Brad Mundo in de pauze. Heerlijk. Nou, er viel weinig te vloggen. Ik heb alleen maar naar dit scherm zitten staren. Nou ja, niet naar Zoe. Maar vooral, ik zal het jullie even laten zien. Ik heb dus echt de hele tijd naar dit scherm zitten staren. En het was echt ontzettend een leuke vlog om te bewerken. Maar ook echt, ja, heel erg lastig. Er zat echt zoveel... Oh, charmant stil trouwens. Er zaten zoveel moeilijke momenten in. Het was heel verwarrend. Omdat ik echt wel 4 dingen door elkaar aan het vloggen was. Soms heb ik dat wel eens zo'n week. Dus het was zeer verwarrend. Maar goed, hij is af en hij is echt superleuk. Dus ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden. En nu moeten wij eigenlijk toch echt even... nog snel uitgaan voordat de kids thuis komen, hè? Want Jorik haalt de kids op. En ik heb even afgesproken met mijn oude verloskundige dat ik even bij haar een bakkie ga doen vanavond. Dus dan leg ik Zoe op bed en doet Jor mij en dan ga ik even snel bij haar een bakkie doen. Want we zouden echt al heel lang een bakkie doen nog en het komt elke keer maar niet van. Dus anders kom je vanavond. Dus ik ga vanavond even langs. Ik ben ook echt helemaal in de war over dat bericht... Over die avondklok. Ik snap er echt geen hout meer van. Want hij lijkt opgeheven voor nu. Tegelijkertijd lees je ook weer andere dingen. Ik heb geen idee. Het is nu namelijk 5 uur en het is allemaal rond vanmorgen volgens mij uitgesproken. Maar om 4 uur was er nog hoger beroep. Ik heb daarvan even de live bij gewoond. Omdat ik gewoon wel benieuwd was voor vanavond. Van, moet ik zeg maar zorgen dat ik om 9 uur thuis ben? Of hoeft dat niet per se deze keer vanavond? Anyway, zat er geen bal meer van. Nou, dat zal in de loop van de week wel duidelijk worden. Maar goed, voor nu ga ik er maar gewoon vanuit dat hij nog steeds geldt. Dus ik moet vanavond niet te laat weggaan. Anyway, wel zin in om haar te zien. Het is lang geleden. Dus ik kan niet wachten om even foto's van Maaike en Zoe en haar te laten zien. Zo, hondje, even alle lichten aan. Want het is toch alweer donker aan het worden. Jij even aan. Oh, deze lamp, hè, die vind ik zo leuk. Kijk nou, die heb ik bij de Quantum gekocht, geloof ik. Ja, ja, gekocht, besteld. Oké. Okay. Het is altijd wel een beetje een uitdaging alleen om een goede lamp erin te vinden, vind ik zelf, zeg maar. Deze had zelfs nog wel minder fel gekund. Ik zal het even uitproberen, hè, met die dingen. De tv staat nog aan. Heb ik helemaal niet gezien. Zo, deze vriend even aan. Ook bij de Quantum gekocht. En dan die achter de bank nog even aan. Ja, ik had echt even wat meer licht nodig in mijn woonkamer. Het was elke keer zo donker dat ik dacht, jeetje, ik word oud. Ik kan niks meer lezen. Dus het is wel lekker dat er iets meer licht is overal. Gezellig. Lekker even de hondje aan het uitlaten. Oh, het is nog licht. Ik vind het zo lekker, hè? En de hond uitlaten betekent voor mij ook soms even lekker socializen. Dat doe ik niet altijd, want soms wil ik ook gewoon even genieten van buiten zijn en wandelen. Maar nu denk ik de hele tijd, oh, ik moet Inge Marije nog steeds even terug appen. Dat schiet er elke keer in, weet je wel. Of die zus, of even Pama, weet je wel. Ik ben benieuwd wie van jullie dat nog meer doen. Verder probeer ik niet al te veel, zeg maar, op mijn telefoon te zitten als ik buiten ben. Maar soms denk ik, oh ja, wil ik mooi even lekker een spraakbericht sturen terwijl ik de hond uitlaat. Echt socializen, dat doe ik af en toe echt tussen de bedrijven door, merk ik. Oké. Ja, 6:10. Ik ga tot 6 uur met Noah wandelen en dan even Inge Marije berichten, vragen hoe het gaat. Eten koken en dan snel naar de verloskundige toe. Nu tijd voor lekkere verse tagliatelle. Dat gaat toch echt lekkerder, die verse tagliatelle uit zo'n koelvak. Met wat champignons en spinazie. Ja, ik had nog een beetje spinazie over, doe ik er een. Officieel is het recept alleen met champignons. Heel makkelijk. 2 uitjes fruiten met een grote teen knoflook. Daarna 2 bakjes kastanje champignons toevoegen. Roeren, eventueel wat spinazie erbij als je wil, zout en peper. En dan met crème fraîche erin. En dan wordt het echt een beetje lekkere roomsaus. En dan gewoon ja, lekker met wat pittige kaas, geraspte kaas erover. Ik heb er toch nog maar even een bakje normale champignons aan toegevoegd. Want het slinkt altijd zo erg, hè. Dus ja, ik zou dan toch, als ik jou was en je maakt het gerecht na, 2 bakjes kastanje champignons doen en 1 bakje normale. Of eventueel nog een andere paddenstoelen mix. We hebben echt heerlijk gegeten. Echt heerlijk gerecht is dit. Ik heb Zoe op bed gelegd en Jorik mag lekker de rest doen. Die mag mij op bed leggen en lekker heel die tering zo opruimen. Want dat moet ik ook altijd. En neem deze lekkere theetjes even mee voor Ingrid. Mom lijf, vlekken op je kleren. Ach, laat maar. Zo, goedemorgen. Ik ben eerst bezig geweest met opruimen hier. Ik heb even lekker uitgeslapen. Ik was echt ontzettend moe. Ik zei tegen joh, die jij lekker even de kinderen, weet je wel, blijf ik even iets langer op bed liggen. Want ik heb eigenlijk nog in al die maanden echt laatst tijd weinig momenten echt voor mezelf gehad. En dan bedoel ik eigenlijk vooral overdag. Gewoon als de kinderen niet thuis zijn, gewoon eventjes niet werken, niet met de kinderen bezig. Gewoon even in stilte in je eigen huis en gewoon even op de bank zitten. Ik heb eigenlijk weinig van dat soort momenten gehad. En ik denk dat ik volgende week ook echt even, als ik weer een beetje bij ben, want ik werk morgen ook. En vrijdag ook. Ik denk dat ik als weer een beetje bij ben met alles. Dat ik niet meer zo achter de feiten aanloop. Zoals maandag kon ik ook niet werken bijvoorbeeld. Dus ik loop een beetje alles achter alles een beetje aan, merk ik.
Als ik alles een beetje weer bijgewerkt heb deze week, ga ik volgende week ook echt even ergens een middag voor mezelf vrij plannen. En dat ga ik ook echt even in de agenda zetten. Want voor je het weet is het er helemaal volgedouwd met werk. Dan ook even lekker niet vloggen. Gewoon even niks met mijn werk, niks met kinderen. Gewoon even... Ah, gewoon even zitten, een kopje thee en lezen, weet je wel. Ik ben bij Wil en ik echt heel mijn vlogcamera helemaal smeren. Ik ben namelijk aan het bakken met Jelle en Gijs. Echt, ik kan helemaal stuk. Wij maken tampoezen met muisjes, hè jongens. Lekker. En het is echt super gezellig, hè Gijs. Ik heb lekker met Gijs het even gebakken. En nu eet ze lekker de pudding op. Ik ga weer eventjes snel verder. Ik ben benieuwd wat dit moet worden. Bakken met kinderen, echt terrein. Nou, de family zit lekker te eten. Was lekker, hè Gijs? Lekker gemaakt hoor, Gijs en team. Heerlijk. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb het muisje hetzelfde als wat Jelle heeft. Het is hard en je breekt je kiezen erop. Het is ook niet mijn favo. Ik vind de smaak wel lekker, maar verder... Op die dingen, man. Ja, jij vindt het wel lekker? Mm-hmm. Nou. Nee. Het is inmiddels 16:30. Jelle en Gijs zijn lekker aan het spelen. Ik moet nog even dus wat van het baksel aanleveren bij de klant. En hier ligt hij hoor. Principe. Nee, hij is nog lekker aan het zoeken. Yes. Heerlijk. Ach, je hebt altijd zoes als ik kom. Ja. Dat zat zo mee met Willemijn ook altijd. Ja. Dat had ik ook altijd. Altijd. Je denkt, kan ik hem nou eens een keer oppakken? Iemand zei tegen mij, had je Siep er niet uit willen halen en willen knuffelen? Dus ik, ja, tuurlijk wel, maar hij ligt zo lekker te slapen. Dus tuurlijk ga ik hem niet zomaar pakken. Ach, dat moment zelf, komt vast wel. Ja, als je dan zelf kinderen hebt gehad, weet je hoe irritant het is. Zo. Als je baby net slaapt en dan moet op vastgehouden worden door kraamvisite. Maar is dat echt zo? Zijn er nou echt mensen, die kraamvisite, die dat dan ook gewoon doet? Die zo'n kind uit de slaap haalt? Ik snap dat. Dat zou ik echt niet snappen. Het schijnt van wel. Vreselijk. Die mogen mij niet aan de deur. Ja, ik heb mij even rust gelaten. Zo. Lekker. Oeh, ik moet nu echt weg, want Jorik komt. Maar kijk nou. Oh, zo'n lief gezicht. Goed vriend, eet ik je op. Ik ben weer thuis. Ik heb gewoon weer ook echt super lieve slofjes gehad van Donsje Amsterdam. Zo cute voor Zootje. Echt heel lief. Nou, wat gedaan. Nu snel de kinderen halen. En voor iedereen die zich afvraagt of ik gescheiden ben inmiddels. Want ik krijg die vraag echt zo vaak laatst tijd. Nee, zeker niet. Jor en ik missen elkaar juist heel erg. Want we zijn alle twee ontzettend druk met alles en nog wat. Soms stappen we bij elkaar in bed aan het eind van de dag. En dan komt hij 's nachts thuis van zijn werk. En dan voel ik dat hij in bed stapt. En denk ik, oh ja, dan voelt weer even vertrouwd. En dan denk je echt, wauw, ja, we missen elkaar dan echt heel erg. We zijn gewoon alle twee dus echt ontzettend druk. En ja, ik ga ook nog even kijken of mijn schoonmoeder er binnenkort ziet zitten om een keer een nachtje op te passen op twee kinderen. Dat we samen even een keertje even weg kunnen. Want oh, daar komt het dan ook echt helemaal niet van. Maar sowieso in april zijn we 4 jaar getrouwd sowieso. Wil ik dan eigenlijk wel samen eens echt even een nachtje weg. Gewoon even helemaal zonder kids. Dan nemen we alleen Noah even mee. En als we dat nadoen met een hond, dan kun je ook niet... Je gaat niet iemand opzadelen met twee kinderen en een hond. Althans, wij niet. Dus dan moeten we even kijken... Dat we de hond dus nooit even bij iemand brengen of zo, bij een van zijn vrienden. Maar het zou wel even lekker zijn. Even, ja, gewoon even dat voor jezelf regelen. Mijn zus zegt altijd, je moet dingen voor jezelf alvast regelen in het vooruitzicht. Want dan, of ja, in het vooruitzicht, hoe zeg je dat? Nou, je moet een lekker vooruitzicht hebben. Dus als je gewoon een heel jaar hebt, dat je gewoon alvast wat leuke dingen voor jezelf inplant. En dat je daar dan uit kan kijken. Dus dat vind ik wel echt een goeie. Want ik doe dat dus eigenlijk nooit. En daarmee merk ik ook dat ik echt continu in een rat race zit van... Werken, kinderen. En dan echt mezelf, zeg maar, tussendoor prop. En maar weinig echt leuke uitjes heb. Dus ik vind eigenlijk gewoon wel eens dat we dat wat vaker mogen doen. Gewoon wat meer, dat Jor en ik samen echt tijd hebben. We doen het nu vooral echt heel tussendoor. Maar misschien is het wel eens goed om wat meer te plannen. Nou goed, nu 17:45. Ik ga snel naar de kinderen. Zo, ik heb nog eten van gisteren over. Dus dat gaan we even lekker eten. Ik wil dus graag niet alleen maar één hapje. Nou ja, lieverd, het is ook heel raar dat je het niet lekker vindt, want het smaakt gewoon naar kaas. Huh? Het smaakt gewoon allemaal naar kaas. Het ziet er een beetje gek uit, maar het smaakt echt heel lekker. Ik eet het toch ook op? Ik eet nooit vieze dingen op, ik eet alleen maar lekkere dingen. Mmm, dit is echt heerlijk. Maar het is wel heerlijk, maar niet zo heerlijk. Nou ja, nee hoor, dit is fantastisch. Het is echt een meesterstuk. Oké, ik ga proeven. Ah, het is best wel lekker. Zullen we een keer voelen met dit? Nou, doe het eens. Oefen dan vast maar als mama een jaar of 90 is. Hè? Zie je het wel lekker? Mmm, heerlijk. Genieten. Genieten, mooi. Dat is een heel groot hoor. Wacht even. Ik moet even mijn mond blijven eten.
Aardekortie. Zo, jij bent ook lekker aan het genieten, hè meid? Oh, kijk nou hoe gezellig. Weekend voelt ook echt even als weekend. Lekker lang in bed liggen. Het is 8:30 namelijk. Hij gaat lekker een filmpje kijken, even 's ochtends. Noah is gezellig hier. Een nootje. Noah, ja hè. Kom maar. Want op zich, met Mike gaat het eigenlijk heel goed. Maar als Zoe straks beneden is, dan gaat ze wel even in de bench. Of soms even op de kussen in de gang. Want Zoe is eigenlijk nog wat te klein en te onvoorspelbaar. Zoals Mike heb ik echt dingen kunnen leren en zo al. En daardoor vindt Noah het oké. Maar Zoe vindt ze dan nog spannend. Maar ik weet zeker dat dat later ook goed komt, hè meid. En zo kan ze dan gewoon nog gerust, echt een half uur, in de ladykantje aanmorren. Heerlijk. Want ik ga pas eigenlijk naar boven als ze echt een beetje zegt van nou, ik ben nu al een beetje zat. Maar zij vindt het heerlijk om lekker een beetje langzaam wakker te worden. Als ik zeg maar nu juist naar boven gaat, gaat ze eerder huilen nog. Omdat ze dan gewoon nog een beetje aan het soes is. En ik moet zeggen, ik snap dat helemaal. Die heeft ook gewoon net als ik een ochtendhumeur. Die wil gewoon rustig, in alle rust, wakker worden. Heerlijk kind. En zoals ik in de afgelopen vrijdag video al zei. Van, je moet zaterdag in mijn weekvlog even kijken, want dan zie je de dag 2 krullen met de chopstick curls die ik gemaakt heb. Dit is dus de dag 2. Ja, zoals je ziet zit het eigenlijk nog best wel behoorlijk. Het is niet eens echt heel erg uitgezakt. Dat komt dus door die mousse, dat scheelt echt enorm. Ik vind wel, straks aan het eind van de dag zakt het wat meer uit. Het wordt eigenlijk steeds mooier, vind ik juist. Ja, je kunt er gewoon echt 3 dagen met gemak plezier van hebben. Kijk, natuurlijk is de achterkant, daar heb ik op geslapen. Ik slaap er dan los mee, zeg maar, de krullen los. Want als ik het vast doe, dan heb ik het idee dat het juist heel erg lelijk wordt. Kijk, de achterkant is een beetje wat steiler geworden. Maar goed, ja, ik geef daar niet zo heel veel om. Maar ja, als je zou willen, zou je natuurlijk nog even met die test, met die toon nog even 2 krullen aan de achterkant kunnen maken. En dan ben je gewoon weer helemaal oké. Maar voor nu, ja, het voelt ook echt nog gewoon stevig, zeg maar. Dus ik vind ze echt nog heel erg leuk op deze manier. Ja, het is echt... ik ben helemaal fan van dit kapsel weer de laatste tijd. Ik vind het echt heel leuk.
Zo, Joris heeft lekker de boel buiten aan het kergeren, hè Noah? Dat vind jij toch maar heel erg lastig, want je wil ook graag naar buiten, zeg. Hè? Dat is toch wel erg leuk. En ik ben ondertussen even soep aan het maken voor Willemijn en haar gezinnetje. Want die is hartstikke ziek. Dus Jure moet nu een baby en twee kinderen en Willemijn en een huishouden draaien. Dat is natuurlijk echt veel te gek. Dus ik zei, joh, ik kook wel even lekker een pan soep voor jullie voor vanavond. Dat is makkelijk. Volgens mij zou haar moeder ook nog bij springen. Weet ik niet zeker, maar dat dacht ik. Dus nou ja, in ieder geval meer dan genoeg. Ik heb denk 1,5 liter soep of zo. Voor het geval iedereen denkt, wat heeft ze dan? Ze heeft een borstontsteking. Nou, is gelukkig al gewoon antibiotica en dergelijke. Maar ze is er wel echt heel erg flink ziek van. Het is echt, ja, echt niet normaal zo zielig. Ik heb er nog nooit zo rillend van de koorts een voicebericht horen sturen. Het klonk echt heel erg naar. Dus daarom dacht ik, ik ga maar even helpen. Nou, ook super goede timing dit. Want Zoe is net wakker en de soep moet nog een half uurtje opstaan voordat ik hem pureer. En dan kan ik er naar Wil. Toppie. En over Wil gesproken, ik kreeg hun geboortekaartje ook binnen. Kijk nou, hoe lief. Nu even Miss Sunshine ophalen. Zo, je. Hey. Hallo. Hi. Kom je? Deze, Soepie erin en hij wil. En man, de auto mag ook alweer eens uitgestofzogen worden. Uitgestofzogen, dat is vast ontzettend slecht Nederlands. Oh wel. Zo, op naar de kraamvrouw. Soep afgeleverd. Lekker hoor. Ik zei nog tegen Jurre, verdikke me zeg. Ik kwam dat ik hem zelfs kon houden, die pan. Ik zou altijd zien dat het lekkerder is voor een ander markt. Wat is dat toch? Ik heb geen idee. Ja, het is toch zo. Oh, hallo. Oh, ligt hij weer te maffen? Godsamme, liefhebben. Had Zoe ook altijd met Willemijn. Ik kan mijn kind nooit vasthouden. Ja. Hij tukt zo weer verder. Ik doe een beetje white noise aan. En ik doe 1-2 keer op zijn rug. En hij tukt. Zo, hij slaapt ook lekker op zijn buikje. Heerlijk. Fantastisch. Dus s'nachts slaat hij ingebakerd, vindt hij ook. Kijk hem nou lekker liggen. Oh, jaloersmakend, als je dit al ziet. Heerlijk, ja, ventje. Wat een heerlijk kind. Oh, net als sowieso een lekkere, heerlijke slaap. Ja, oh, nog wel. Ik weet niet of het ooit verandert. Oh. Ik ben nog wel voorbereid met mijn jongens. Maar de basis is goed. De basis wordt niet gelegd. Woehoe, 10! Voor het eerst Siepie vast. Eindelijk is hij een keer wakker. Nou ja, ik heb hem wakker moeten maken, maar... Voor mij trouwens speciaal, maar hij moet wakker worden omdat ze zo meteen moet eten. Oh, schat op. Wat lekker. Die glimoogjes ook als ze eindelijk eten krijgen. Ja. Dat bepaalt zo'n look van. Maar moet je zien hoe chill die drinkt. Echt zo'n beetje nam, nam, nam. Echt, Gijs was echt zo, kom hier met die fles. Een soort piranha. Ja, precies. Nou, bij Gijs ging ik echt door de grond als ik borstvoeding gaf. Gewoon, oh, dat is niet normaal. Jij bent echt erg tranquilo. Ja. Hallo. Ja. Soms moeten wij dus echt gewoon letterlijk die fles terugtrekken, zodat hij weer begint. Ik denk dat hij het gewoon veel te lekker vindt. Yes. Ik denk dat hij gewoon echt denkt... Ja. Een enorme slaapassociatie met die fles. Hallo. Hallo. Oh, hij moet ook gewoon altijd... Ja, apart hè. Elke keer zie ik weer wat anders. Zo. Ja, maar hij is echt wel heel uniek eigenzinnig hoofd. Ja. Nou, weet je wat grappig is? Maar... Hij heeft volgens mij de lippen van Jelle, het neusje van Gijs... En hij heeft dus de oren van Krijn. Want die had precies een hoekje in zijn oortje. Even kijken of het dit oortje is. Ja, dit hoekje. Yeah. Dat kleine, spitse hoekje. Dat had Krijn ook. Oh, bijzonder. Bijzonder, hè? Ja, nou mooi. Dus hij heeft gewoon van alle drie iets. Ach, dat is toch echt leuk, hè? Echt mooi. En dan komt de cirkel weer rond, jongen. Net Mikey opgehaald bij oma. Je hebt het heel leuk gehad, hè, Mike? Hij was in slaap gevallen. Dus dat wordt vanavond een latertje waarschijnlijk. En nu gaan we snel naar huis. 1, 2. Alsjeblieft. Wow! Oh, nog een keer. Bam! Gezellig hoor, denk ik. Wow! Beetje mist. 1, 2. Hop! Daar gaat hij. Pak hem, Mike. Hey! Goed zo. 1, 2. Oké. En dat was het schitterende weekend eigenlijk wel weer. Het was echt waanzinnig. Gewoon lekker zonnetje. Hé? Wat gebeurt daar nou? Hij vlacht.
Nou ja. Nou ja. Toch had ik van pakken. Ja, hoe heb je dat nou gedaan? Dat is apart. Oma, ga jij me even optillen? Inderdaad, ja, ik ga je even optillen. In ieder geval. Oma, ik niet erbij. Dat snap ik. Jullie bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En wat zeggen we? Zeggen we. Kom jij je ergens hier? Kom hier bij mij! Oké, dan zeggen we dat tegen de mensen. Tot de volgende! Doei mensen! Doei mensen!